Optima Gent komt 4-14 achter, maar kan na de score van Brown toch het eerste kwart afsluiten met een gelijke stand, 14-14. En in de tweede periode kan de thuisploeg een kloofje bouwen. Michael Haynes pakt uit met twee dunks. Vooral de tweede na een prachtige assist van Anderson is spectaculair. I seen him in front of me and he started pointing up and I knew he wanted the alley-oop, so I threw it to him and he took it down. De alley-oop levert de grootste voorsprong van de eerste helft op, 27-18. Topscorer bij Charleroi, Dwayne Broyles, brengt zijn ploeg nog wat terug. 33-28 is de ruststand. Dan gaan we meteen over naar het zenuwslopend einde. Met nog 14 seconden te spelen scoort LeSharte Anderson de 64-62. Green van Charleroi zet met 8 seconden te spelen twee vrijworpen om, waardoor het gelijk staat. Haynes kan dan de wedstrijd winnen. Hij struikelt, maar toch heeft Gent geluk, want er komt nog een kans. 1 seconde op de klok en Chaney mist de game winner. Er komt dus een verlenging van 5 minuten. 68-68, nog een tiental seconden op de klok. Anderson heeft de bal en geeft hij niet meer af. 70-68, en dan gebeurt dit. Een onwaarschijnlijke ontknoping. Justin Hamilton scoort een ongelooflijk shot. Coach De Frenje protesteert. Volgens hem komt de score van Charleroi te laat. We shouldn't have been celebrating. We should have got back on defense. And you know, that's something we were doing throughout the game. And we gotta learn to keep our composure until the game is over. Have you seen anything like that? Justin Hamilton made an incredible shot. No, I never seen anything like that. That was crazy.